slow roasted rosbief met groene kruidenkorst. Verwarm de oven voor op 160 graden. Rasp de gele schil van 1 citroen en halveer een rode peper in de lengte. Verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Doe voor de kruidenkorst het citroenrasp, 20 gram platte peterselie, de halve peper, 1 teen knoflook, 50 gram parmezaanse kaas, 4 ansjoviesfilets, 15 gram basilicum en 2 eetlepels olijfolie in de kom van de keukenmachine en maal fijn. Schep er 50 gram polenta door. Klop 1 ei los. Dep 785 gram rosbief droog met keukenpapier en bestrijk met het ei. Verdeel de kruidenkorst over de bovenkant en zijkanten van de rosbief en duw aan. Leg de rug in de aluminium ovenschaal uit de verpakking. Steek een vleesthermometer in het dikste gedeelte van het vlees en bak in ongeveer 55 minuten in het midden van de oven tot het vlees 60 graden is. Neem het vlees uit de oven, laat het 5 minuten rusten onder aluminiumfolie en snijd het in plakken. Serveer direct. Zo maak je slow roasted roastbeef met groene kruidenkorst.